Nou, u ziet, ik heb hier een jonge roos in mijn handen die nog zich moet ontwikkelen. Maar die wordt groot en die is nu 30 centimeter en hij wordt dus van het jaar zelfs een meter. En ja, als je die nooit snoeit, dan heb je dus te veel oude takken die minder bloemen gaan geven. En juist om hem te snoeien, ga je hem verjongen en op de jonge scheuten is de bloei altijd veel, veel rijker. Nou, u ziet hier een roos in de pot. Queen Elizabeth, dat is even voor het gemak om het op te nemen. En dat is een prachtige roos, een sterke roos, die ongeveer een meter hoog wordt. En die moet gesnoeid worden in het voorjaar, anders wordt die veel te wild. Nou, u ziet, wat doe ik nu het eerste? Ik kijk, zitten de dode takken in? Nou, die dode takken moeten weg. Die moeten ruimte maken voor weer jonge scheuten. Daarna kijk ik, zitten er ook wat zwakke takken in? Zwakke scheuten die nog leven. En als ik genoeg scheuten heb, dan gaan ook die weg. Nou, dan hou je een stuk of 4, 5 gezonde, sterke scheuten over. En dan ga je kijken tot er 2 tot 3 ogen van onderaf zitten en dan knip je hem daar af. En als je dat doet, dan wordt die roos, die nu ongeveer 60 centimeter is, ja, die wordt een 20, 30 centimeter hoog. En ik heb de ervaring dat de meeste mensen bang zijn om te snoeien, te hoog snoeien. En dat is op lange termijn natuurlijk niet goed, want je moet die roos jong houden. En hier geldt ook weer duidelijk, de bloemen zitten op het jonge hout het meest. Nou, ik ga nu snoeien. Dan is het een kwestie van ogen tellen. En dan tel ik dus ook de slapende ogen mee. Dat wil zeggen, het is nu tweede helft maart. Ook een oog die nog geen uitloper heeft, die tel ik mee. Dus ik kijk 1, 2, dit is de derde oog. Hupsie. En dan knip ik hem lekker af. Nou, we gaan dus weer naar de slapende ogen kijken. 1, 2, dit is een goed oog, dus dat is 3. Nou, en dan zeggen we hupsie, we knippen hem af. En dan ziet u hem al meteen een stuk korter worden. 1, 2, 3. Daar is de uitloper bovenin, maar toch doe ik dus het knippen laag. Nou, dit vind ik een scheut, die is te zwak, die mag van mij weg. Dat vind ik ook van deze. En daar hou ik alleen sterke scheuten over. Nou, even afmaken. 1, 2, 3, hup. 1, 2, 3, hup. En u ziet, het is een prachtig werkje. En dan moet ik je nog één ding vertellen. In de praktijk is het zo, als wij natuurlijk honderden rozen moeten snoeien, dat we niet bij elk takje gaan tellen hoeveel ogen er zitten. Dat is een kwestie van gevoel, een kwestie van ervaring. En dat gaat bij ons eigenlijk altijd goed. Maar u heeft de tijd om die ogen wel te bekijken. 5, 10 of 20 rozen is best te doen. Maar wij moeten dat snel doen. Dus vandaar dat het toch een gevoelskwestie is, maar ook ervaring uiteraard.